ben Joost Hengstmengel. Ik ben filosoof en econoom in Rotterdam. En ik ben werkzaam bij het EETI, dat is Erasmus Economics and Theology Institute, dus economie en theologie. En ik heb ook een kleine aanstelling in Kampen bij de Theologische Universiteit. En ik heb een achtergrond in de economie en in de filosofie, maar ik doe ook dingen met theologie. En eigenlijk altijd op dat snijvlak, zeg maar, en dan ook vanuit een zeg maar, historisch perspectief. En ik heb verschillende boeken geschreven, ook wel in het Nederlands, over de kerkvaderen en ook over economie. En nog recent over de homo economicus, dat idee in de economie. En daarvan de zeg maar, geschiedenis. Dus altijd op dat snijvlak van die drie vakgebieden. Nou, u houdt zich onder andere ook bezig met economische ongelijkheid. Ja. En wij dachten dat is wel een mooi onderwerp, ook in relatie tot zingeving. Want in de coronatijd hebben veel mensen te maken met economische onzekerheid. En in de toekomst wordt dat misschien wel meer. En we vroegen ons af van wat zijn dan echt belangrijke soort christelijke verklaringen vanuit de historie over economische ongelijkheid en ja, wat zijn die verklaringen daarvoor? Ja. Ja. En je moet denk ik zeg maar, onderscheid maken sowieso tussen verklaringen en rechtvaardigingen. Dus je kunt iets verklaren zeg maar, waar iets vandaan komt, maar ook, je kunt ook aangeven waarom dat zo is. Het zijn twee aparte vragen, maar als je dus vraagt om verklaringen, is denk ik de belangrijkste is maar veruit de zondeval. Dat is natuurlijk een groot thema altijd in het christendom. Dus ooit was de wereld en de aarde goed, de mensen waren goed, maar zij deden kwaad, er kwam de zonde in de wereld. En ja, dat heeft eigenlijk ook het zeg maar, eigendom als het ware geïntroduceerd. Dus zeg maar, voorheen had je geen eigendom. En na de zondeval komt er eigendom. En dan worden mensen ook hebzuchtig. En die gaan zichzelf meer toe-eigenen dan ze eigenlijk nodig hebben. En dan ontstaat er langzaamaan ongelijkheid. Dat is eigenlijk de ultieme verklaring die eigenlijk overal achter ligt. Maar je hebt ook nog allerlei wat minder bekende verklaringen. Ja, je kunt ook zeggen van God heeft verschillende talenten aan mensen gegeven. Mensen worden zeg maar, ongelijk geboren al. De een is goed met zijn handen, de ander met zijn hoofd. En daardoor ontstaat ook eigenlijk al vanzelf een bepaalde ongelijkheid. Omdat de een eenmaal makkelijker of zeg maar, sneller iets kan toe-eigenen dan de ander. Dus er zijn allerlei zeg maar, soorten, maar ze gaan eigenlijk vaak terug op het idee van zonde. Dat is eigenlijk de kernverklaring, kan je zeggen. Ja, oké. Okay. Dat is een beetje. Oké, dus dat is ook wel vooral de christelijke verklaring. Ja. En hoe zou u dat ook relateren aan homo economicus? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is wel een belangrijk principe in de economie. Ja. En u bent er ook wel veel mee bezig. Kunt u ook allereerst uitleggen wat homo economicus is en hoe dat relateert ook aan uw visie op de mens? Ja. Nou, de zeg maar, homo economicus, dat betekent natuurlijk gewoon economische mens. Dat is gewoon zeg maar, dat is een Latijn voor economische mens. En dat is eigenlijk het mensbeeld dat in de economie wordt gehanteerd, of in ieder geval lange tijd is gehanteerd, nog steeds ook wel. Het is een beetje aan het verdwijnen. En dat is eigenlijk een mensbeeld wat veronderstelt, zo'n aanname die economen doen, dat mensen eigenlijk in al hun gedrag eigenlijk op hun eigen belang uit zijn. Dus zeg maar, gericht op zoveel mogelijk belang voor zichzelf te realiseren. Een beetje plat gezegd om zo rijk mogelijk te worden. Dat is eigenlijk een 19e eeuws mensbeeld in de economie. En dat is een beetje aan het verdwijnen. Dat wordt nu wat breder, dat mensbeeld. Maar het is nog altijd wel populair. En er zijn wel vaak denk ik misverstanden over, omdat mensen denken dat economen echt denken dat mensen zo zijn. Terwijl het gaat hier echt om een assumptie, om een aanname, zoals je ook in de scheikunde hebt, of in de natuurkunde, biologie, heb je ook aannames waarmee je werkt. En dit is een van de aannames van economen. Er is altijd veel zeg maar, kritiek op, want het, nou ja, als je wat beter naar de mensen om je heen kijkt, zie je dat mensen toch ook wel dingen doen die niet uit eigen belang lijken voor te komen. Dus als je zeg maar, de mens bekijkt zoals die echt is, realistisch, dan lijkt dat model niet altijd helemaal te kloppen. En ja, als je dan vraagt naar de hoe je het vanuit een christelijke achtergrond bekijkt, ik denk dat een christelijk mensbeeld, of een bijbels mensbeeld, is denk ik veel rijker of veel kleuriger dan die homo economicus.
Dus je moet eigenlijk, wil je een zeg maar, christelijke visie op economie hebben, dan moet je ook zoeken denk ik naar een rijker mensbeeld om in je model of in je verklaringen te gebruiken. Oké. En dan welk mensbeeld, hoe zou je dat mensbeeld dan omschrijven? Ja, nou ja, je kunt het ook heel leuk zeggen over het mensbeeld uit de Bijbel, of het christelijke mensbeeld. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen in principe bedoeld zijn ook om goed te zijn, dus dat ook wel in zekere mate kunnen zijn. Dus mensen zijn niet, denk ik, tot in hun tenen verdorven in alles wat zij doen. Misschien wel vanuit hun drijfveren, dat is een andere kwestie, maar, zeg maar mensen kunnen goed doen, dat zien we ook. Maar ik denk dat een Bijbels idee ook wel is dat mensen die kunnen zich tot soort van zeg maar, engel ontwikkelen, maar ze kunnen ook zeg maar, duivels worden, denk ik. Het zijn twee grote uitersten. Je ziet hele goede, mooie mensen, de moeder Teresa's van deze aarde, maar ook zeg maar, de Adolf Hitlers. En ik denk dat het christelijk mensbeeld als het ware ja, die beide zeg maar, personen kan begrijpen in een bepaalde mate. Dus dat ze maar goed kunnen zijn of heel slecht kunnen zijn, dat is denk ik typisch Bijbels. Dus je zult denk ik dat ook in je mensbeeld moeten opnemen als het ware. Dat mensen nou ja, uit eigen belang handelen misschien heel vaak, maar ook onbaatzuchtig kunnen zijn. En dat misschien vaak door elkaar loopt, die twee. Oké, dus een heel wat genuanceerder mensbeeld eigenlijk. Ja. En hoe zou je dan ook zien als, als je kijkt naar economische ongelijkheid en ja, wat daar eigenlijk de reden of de zin van is, hoe zou je dat dan definiëren? Ja. Nee. Ik denk dat je allereerst moet je altijd een beetje oppassen, zeker vanuit mijn situatie. Ik heb een tamelijk welgesteld leven. Ik ben niet super rijk, maar ik heb een heel goed leven, ik heb een goed inkomen. Om dan een soort van vanuit de hoogte eens te gaan vertellen wat de zin is van armoede. Dus dat is een beetje gevaar, zeg maar, dat moet ik doen. Maar ik denk wel dat armoede in een bepaalde zin zin moet hebben. Omdat, nou ja, als je gelovig bent zoals ik en je gelooft dat God een doel met deze aarde heeft, met de geschiedenis, dan moet dat daar ook in passen, die armoede. En wat die verklaring is, dat weet ik niet, want dat zou heel zeg maar, aanmatigend zijn om dat even nu te gaan verklaren. Maar ik ben het wel eens met bijvoorbeeld de kerkvaders of andere theologen die zeggen van ja, zeg maar, armoede zou er niet zijn als God het niet toelaat. En dat ook een van de manieren iets mee kan zeg maar, doen wat toch goed is, zeg maar. Dus er zit misschien. Als je aan de achterkant van het tapijt kijkt, wordt er vaak gezegd, zeg maar, het tapijt in de wolk aan de achterkant is heel erg rafelig. Mm-hmm. Maar die andere kant is heel mooi. Maar die kant die kennen wij niet. Maar die kant, die zeg maar, mooie kant is er misschien wel. Dat op een of andere manier armoede past in hoe God de dingen bedoeld heeft. Maar dat is ons onbekend eigenlijk. Dus dat zullen wij misschien nooit weten. Maar tegelijk kun je wel. Je kunt allerlei rechtvaardigingen geven, dat is ook veel gebeurd in de geschiedenis van de theologie. Je kunt allerlei zijn rechtvaardigingen geven waarom armoede misschien toch een goede zaak is. Dus dat ga je van de sfeer van de zeg maar, verklaringen, je eerste vraag, ga je naar de sfeer van de rechtvaardigingen. Een hele bekende of beruchte, kan je dat wel noemen als je er echt van gecharmeerd bent, is dat als het ware armoede en rijkdom, zo'n ongelijkheid, dat als het ware ruimte biedt voor deugdzaamheid van mensen. Ja. Dus als niemand rijk zou zijn, zou ook niemand geld kunnen weggeven. Dus zeg maar, Jezus zegt van je moet voor de armen zorgen en ook zeg maar, geld op hen geven. Dus, zeg maar, je aalmoezen geven. Ja, je kunt geen geld weggeven als je niet ook geld over hebt. Ja. Dus dat biedt aan zeg maar, rijken biedt het een kans om zeg maar, goed te doen voor de anderen. Ja. En voor de armen biedt het een kans om zich nou ja, in zaken te oefenen als dankbaarheid, dankbaarheid aan God, dankbaarheid aan de rijken, geduld, leidzaamheid. Ja, nogmaals, het zeg maar, zijn voor zeg maar, sommige mensen toch een beetje beruchte argumenten, maar zo kun je er ook tegenaan kijken. Dat het zeg maar, gewoon ruimte biedt voor een deugdzame omgang met elkaar. Ja, oh ja. Dat wel die deugdzaamheid inderdaad. Maar in hoeverre denkt u dan dat zoiets dan juist ondeugdelijk gezag kan veroorzaken? Want ja, als je arm bent, heb je natuurlijk snel de neiging om te stelen. Ja. En als je rijk bent,
wat je snel hebzuchtig. Hoe kijk je daar tegenaan? Of? Ja. Ja, dat is denk ik een feit. Ik heb er geen zeg maar, getalletjes bij of zo voor je, maar dat natuurlijk ongelijkheid en met name groeiende ongelijkheid, natuurlijk spanningen in de samenleving veroorzaken. Ja, als je echt zeg maar, alles in je leven ontbeert, dan ben je tot stelen eigenlijk geneigd, kan niet anders. Vooral in een samenleving zonder zeg maar, sociaal vangnet, dan moet je als wel stelen, kun je bijna zeggen, als je geen werk hebt uiteraard. En ja, rijken die worden ook zeg maar, alsmaar hebzuchtiger in de hele cultuur waarin zij zeg maar, verkeerden in zeg maar, hun bubbel van rijken. Dus dat is denk ik zeker waar. Aan de andere kant denk ik dat zeg maar, op zich, zeg maar, die ongelijkheid op zich denk ik niet per se kwaad hoeft te zijn. Dus het kan het kwaad aanzetten, maar het is niet als het ware de bron van allerlei soorten kwaad. Het kwaad zit in de mensen zelf, denk ik. En die wordt extra versterkt of aangewakkerd door die ongelijkheid die alsmaar groeit. Oké, oh ja. Want je benoemt ook inderdaad dat er ook, als er geen sociaal vangnet is, dat het dan wel reden is om te stelen. Ja. En hoe ziet u dan ook wel zo'n samenleving voor zich met economische ongelijkheid? En zo'n sociaal vangnet, hoe dat dan met elkaar verhoudt en in hoeverre mensen een verantwoordelijkheid hebben voor de armen. Ja, ja. Misschien even op dat punt terug te komen van dat stelen. Ik had er een beetje in mijn achterhoofd het idee dat wat je ook ziet in het zeg maar, christelijk denken is dat stelen is uiteraard niet goed. Hè. Zeg maar, gij zult niet stelen is het gebod. Maar in sommige gevallen is toch stelen acceptabel volgens de zeg maar, grote theologen. Dus bijvoorbeeld zeg maar, Augustinus of iemand als Thomas van Aquino die zeggen dat je mag stelen in bepaalde situaties. Namelijk als je leven op het spel staat. Hè. Als jij van de honger omkomt of je kinderen. Dan is het geen diefstal op dat moment als jij een brood uit de winkel steelt. Als je het echt absoluut nodig hebt, omdat je anders omkomt. Maar daar wordt dan wel bij gezegd van, zodra je dan in een betere zeg maar, omstandigheden bent gekomen en je kunt zelf het brood betalen, moet je wel dat brood weer zeg maar, terugbetalen aan degene waar je van gestolen hebt. Ja. Dus diefstal, het mag onder bepaalde omstandigheden. Maar goed, dan je vraag over die samenleving. Ik zie daar vooral ook wel een taak voor de overheid. Ik ben in het algemeen niet een erg zeg maar, voorstander van veel overheidsbeleid en inmenging, maar ik denk als de ongelijkheid blijft groeien, en met name de zeg maar, vermogensongelijkheid, ik denk nog vaak kwalijker dan inkomensongelijkheid, als die blijft groeien en daarvan wordt de samenleving instabiel, politiek instabiel, of je krijgt spanningen heel sterk tussen verschillende klasses, dan moet je denk ik als overheid wel durven ingrijpen. Via wetgeving of via belastingstelsel. Maar mijn voorkeur ligt toch altijd wat meer in de privésfeer. Dus als je zeg maar alle mogelijkheden voor gewone mensen wegneemt om goed te doen aan elkaar, is het ook eigenlijk een verarming van de hele moraal van de cultuur. Dus het is iets moois als een rijke persoon die iets over heeft, dat kan weggeven aan een arme of aan een goed doen. En als je altijd maar als overheid probeert om zeg maar, steeds meer regelgeving en steeds hogere belastingen, waarmee ook nog eens een keer dat deel wat je kunt weggeven kleiner wordt, dan wordt gewoon die zeg maar, mogelijkheid tot deugdzaamheid ook steeds kleiner. Ja, okay. En ga je ook, als je zeg maar, via belastingen geld geeft aan de zeg maar, armeren, dan heb je ook zelf niet meer dat contact met die mensen. Zeg maar. Dus het geld dat gaat naar de overheid ergens en wordt aan. Zeg maar goede doelen besteed, maar dat heb je als persoon zelf, heb je daar geen band meer mee. Okay. In de tijd van de kerkvaders, daar zeg maar, stonden de armen bij de kerkdeuren. Zeg maar, voor en na de diensten stonden de armen met hun hand op de benen. Dat heeft natuurlijk iets sneus, hoe zeg je dat? Iets wat in ieder geval niet ons aanstaat om te zien. Maar het zeg maar, stelt wel ook mensen met meer geld in staat om die mensen in de ogen te kijken. En te zien zeg maar, waar hun geld heen gaat. Dus het zeg maar, creëert een band tussen de verschillende klassen in de samenleving. Terwijl nu is het vaak, je hebt zeg maar, wijken met rijken, wijken met armen en die mensen die zien elkaar niet eens. En dat wordt, als je het heel erg veel via overheid regelt, alleen maar extra aangemoedigd, dat hele, zeg maar, de hele scheiding van klassen, denk ik. Ja, oh ja. Dat zou dan ook meer polarisatie eigenlijk
bewerkstellig natuurlijk. Ja. 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 En hoe zou je dan zien dat rijken eigenlijk meer mogelijkheden moeten krijgen door eigenlijk belastingvermindering en belasting aftrek op goede doelen? Of hoe kan dat in de praktijk? Ja, nou ja, ik ben zeg maar geen fiscaal expert dat even zo nu moet analyseren, maar ik denk wel, wat je wel ziet in Nederland is dat wij niet echt een cultuur hebben van zeg maar, rijken die veel weggeven. En bijvoorbeeld is dat in Amerika veel sterker, dat je het als het ware ook eer instelt als iemand met zeg maar, veel vermogen om ook allerlei doelen te steunen, allerlei fondsen en stichtingen. Nou, dat zie je hier wel ietsje meer komen de laatste jaren in Nederland, de laatste decennia. Maar dat is eigenlijk meer zeg maar, kunnen en moeten, denk ik. Dat je dat ook gewoon nou ja, die mensen inprent dat het goed is om weg te geven, dat je het ook gelukkig van wordt als je weggeeft. En het ook wellicht inderdaad via overheid te stimuleren, maar ja, goed, daar heb je niet echt voor kaas van gegeten van die hele fiscale discussie. Oh, ja. Maar dat zou inderdaad ook een weg zijn, ja, om ja, misschien niet echt zozeer belasting te verlagen, maar om het in ieder geval, om zeg maar schenkingen, om dat makkelijker te maken voor de rijkeren onderop. U heeft het over rijken die willen schenken aan de armen, maar zitten de rijken daarop te wachten en hoe kun je dat bewerkstelligen als samenleving of als overheid of als... Ja, goede vraag. Ja, ik heb zelf niet zoveel omgang met rijken om dat goed te kunnen beantwoorden of zitten te wachten. Ik denk wel dat je, wat ik eerder zei, dat je misschien een cultuur kunt scheppen, zoals je ook in Amerika hebt, volgens mij. Waarin je de als rijke eer aan behaalt om je naam te verbinden aan een baseballstadion of aan een stichting die allerlei onderzoek financiert. Als je dat weet te creëren, zeg maar via de media of via andere kanalen, dat men dat graag doet, dan kan je dat misschien die bal als het ware aan het rollen krijgen. Dus, ja, mensen zijn vaak hebzuchtig. Ik vind het zelf ook moeilijk om geld weg te geven. Dat zal misschien voor jullie ook gelden. Het doet al altijd pijn om geld weg te geven in een bepaalde zin. Maar als je die cultuur creëert waarin iedereen dat doet, en dan als het ware achterblijft als je dat niet doet, dan ben je misschien een stap in de goede richting. Tegelijkertijd kun je denk ik zeggen, maar dat kom je meer op het theologische vlak, dat is denk ik heel bijbels om te zeggen, dat zeg maar, mensen die geld weggeven ook worden beloond door God. Dus ja, dat zal ook niet op alle mensen indruk maken, maar in ieder geval de zeg maar, christelijke ondernemers met een hoop geld, de rijken. Uiteindelijk zal het ook volgens de Bijbel en volgens de kerkvaders, zal God het uiteindelijk aan je vergelden dat je dat hebt gedaan. Dus ja, misschien zul je niet in de hemel zeg maar, bijvoorbeeld vooraan zitten, om het even zo plat te zeggen, maar er is beloning voor mensen die goed doen. Dat is denk ik een heel bijbels thema. Ja. Dus is er misschien daar een kans voor de kerk om dat een soort van te starten misschien, ja, als wel dat je een stichting begint of dat, dat er geld gaat naar de armen? Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaak vanuit de kerk. Ja. Ja, wat je natuurlijk eigenlijk ziet de laatste zeg maar, 200 jaar denk ik zo ongeveer, is dat eigenlijk de kerk buiten spel komen te staan in deze hele discussie. Zeg maar, in vroegere tijden, en dan heb je het over zeg maar, voor de 18e eeuw, waren de kerken waren het kanaal waar langs mensen zeg maar, geld kregen en donaties van de rijken. Vaak was het ook de bisschop in de zeg maar, vroege kerk die het geld aan de armen uitdeelde. En ook zeg maar, later in de zeg maar, gereformeerde lijn, zeg maar, de diaconieën die het geld onder de mensen verspreiden. En daarin is de kerk eigenlijk buitenspel komen te staan, omdat de staat of de overheid die taak heeft overgenomen. En dat heeft voordelen als je het allemaal zeg maar, centraal regelt. Maar het nadeel is dat je als kerk niet meer veel ruimte hebt om als het ware ook goed te doen. Ja. Zeg maar, je geld is minder daarvoor en ook je hebt niet, zeg maar, de arm niet meer aan je deur staan van de kerk. Dat moet je echt actief opzoeken, ofwel in je eigen gemeente ofwel in de plaats waar je actief bent. Maar om op je vraag terug te komen, ik denk dat ook de kerk wel kan helpen in die bewustwording dat zeg maar, geven loont. Misschien in zeg maar, theologische zin, maar misschien ook in psychologische zin. Dat je ja, ook toch wel misschien gelukkig wordt van weggeven en andere mensen zien opbloeien die wat extra geld kunnen gebruiken. En ja, daarin kan de kerk misschien toch een rol spelen. Via preek die ze houden, of via het schrijven van de kerkleiding, wat dan ook. Dat kan denk ik wel zo zijn.
Nou, als afsluiting, wat zou u mee willen geven aan studenten? Of wat advies of praktisch? Wat kunnen we hier nou mee of van leren? Ja. Nou, misschien moet je dat even dan splitsen tussen een advies aan een gelovige, een christelijke student. Daar zou ik dan willen meegeven van, ik heb een aantal keer over de kerkvaders gehad, die hebben altijd een beetje mijn voorliefde. Dat je daarin, ligt als het ware echt zoveel goud verborgen in die teksten van die kerkvaders. Dus lees vooral die teksten van Augustinus, maar ook de minder bekende kerkvaders, Ambrosius, Basilius, noem ze allemaal maar op. Ook omdat daarin... Waar sociale aspect van het gelovig zijn sterk naar voren komt. En geloven is niet alleen, of niet vooral een aantal leerstukken beamen of onderschrijven, maar ook goed zijn voor de mensen, omdat dat de opdracht is van Christus zelf. Dus dat zou eigenlijk mijn opdracht zijn aan de gelovige student. Nou, ben je nog zoekend of ongelovig wellicht, zou ik zeggen van ja, ben je op zoek naar een rijk mensbeeld? Voor de economie of voor de psychologie, dan zou ik ook willen aanraden. We gaan eens een keer in die theologiegeschiedenis kijken. Omdat daarin zo'n rijk mensbeeld ook vaak vervat ligt. In allerlei oude teksten. Dus lezen gewoon die kerkvaders en die middeleeuwse theologen. Want dat je gewoon ook gewoon zelf denk ik een beter mens maakt. En ook een betere kijk geeft op hoe de mens eigenlijk is. Dank u wel dat u meewerkte en dank u wel voor dit interview. Graag gedaan.